We zijn heel erg blij dat we vandaag deze stap kunnen zetten. Want de criminaliteit die kent geen grenzen, dat weten we al lang. En daarom is de internationale politiesamenwerking des te belangrijker, ook waar het gaat om informatiedeling en informatieuitwisseling. Daarom zijn we ook zo blij met deze stap. We spreken er al een paar jaar over om een subkantoor van de NCB te openen, om daarmee ook de informatiedeling met dit deel van de wereld echt gestalte te geven. En in 2021 hebben we ook een overeenkomst getekend. En dit is dan de volgende stap, het officiële opening van het subkantoor NCB vandaag. Ik zei het al, van diverse collega's hebben hier al eerder inspanningen op verricht. In bijzonder Melvin wil ik daarbij noemen, die al een aantal jaren hiermee bezig is om dit gestalte te geven. Want het vereist allerlei kwaliteitseisen om hier aan te voldoen. En daar hebben we ook hard aan gewerkt om straks ook een veilige politiedata te kunnen delen. Wat ook belangrijk is om te noemen is dat we straks toegang hebben tot de nationale opsporingslijst voor dit deel van de wereld ook. En dat we ook de signaleringen die van personen en van goederen en van voertuigen, ook die in dit gebied komen, dat die rechtstreeks hier dan toegang tot heeft. En dan kunnen de criminelen zich echt de borst nat maken, want de informatiedeling zal wat dat betreft echt een boost krijgen. Ik denk dat het meeste werk ook nu gaat gebeuren. Want het is mooi om een systeem te hebben wat ons alerteert als een crimineel op het eiland landt. Maar dan moet je er ook wel mee doen. En dan komt pas het echte werk. Want dan gaan we ze proberen aan te houden, snel in samenwerking met partners organiseren dat ook criminelen worden gepakt. Het signaleren is één ding, maar het echte werk gaat nu pas volgen. En het was eigenlijk onbestaanbaar dat in een crimineel gebied, maar ook in een Zuid-Amerikaans gebied, dat er mensen konden landen waar wij geen zicht van hadden dat ze eventueel crimineel waren. En die ons als tussenstop gebruikten. Nou, dat willen we ook voorkomen. Daarom gaat de samenwerking met de Kamar ook heel erg belangrijk zijn. We willen aan de grenzen dat goed organiseren.